dat is een terechte stelling. Hè. Inderdaad, VR is niet nieuw. Hè. Dus al in 68 uit een van de grondleggers van de computergraphics technologie, meneer Sutherland, een VR-bril gemaakt. Maar zoals het typisch gaat met technologieën, ja, in het begin is de performantie inderdaad beperkt. Zien we dat het opgenomen wordt, zeker in Amerika, in militaire toepassingen. Later, naarmate dat het zich ontwikkelt door de industrie. En dan, finaal, wanneer dat het echt mainstream wordt door de consumenten. Dat is een fenomeen dat we bijvoorbeeld gezien hebben met het internet. Hè. Het internet was er ook heel lang. En in het begin ontwikkeld in opdracht van de Amerikaanse Defensie. Het heeft lang geduurd voordat het de doorbraak meegemaakt heeft die we nu meemaken. En met VR denkt men dat we nu hetzelfde ziet, dat het eigenlijk een vierde golf is van groei. Hè. Eerst de PC-industrie die doorgebroken is, dan het internet die doorgebroken is, de smartphones, mobile devices, en nu als mogelijk vierde golf virtuele realiteit. Dus zeker niet oud, zeker oud, maar van toepassing. Er zijn verschillende factoren die daar een rol gespeeld hebben. Zeker de hype begonnen met de overname van Oculus door Facebook voor $2 miljard. Dus een gegeven die veel lawaai heeft gemaakt in de industrie. Maar dan bijvoorbeeld ook Google, die de kartonnen bril ontwikkeld heeft, die toeliet dat iedereen voor 10, 14 euro met een smartphone een VR-bril kan hebben. En dan ja, last but not least, wat we nu gezien hebben met de Pokémon Go gekte, waar dat miljoenen mensen over straat lopen met de VR-applicatie van Pokémon Go. Dus ja, zeker mainstream. Wel, natuurlijk de toekomst voorspellen van hoe groot kan die markt worden, is moeilijk. Hè? En per definitie is de toekomst onzeker. Maar zoals gezegd, er zijn er die zeggen, oké, VR wordt de vierde golf van technologische explosie. En men spreekt van cijfers tot $150 miljard. Nu, om dat in perspectief te plaatsen, vandaag de markt van de smartphones is $450 miljard. Is het tegen 2020, 2025, 2030, dat laat ik te midden. Maar daar zijn er zeker de geloven dat het heel, heel groot kan worden. Daar is zeker een hype voor het moment rond het Pokémon Go-verhaal. Maar het zal waarschijnlijk niet verdwijnen. En de reden waarom dat het blijvend is, is één, omdat de technologie vandaag veel beter is dan in het verleden. Twee, we kunnen voorspellen dat de kost van de technologie verder zal dalen, zodanig dat meer en meer mensen daar gebruik van kunnen maken. En drie, ja, toch de grote spelers, Google, Facebook, Microsoft, Apple, investeren allemaal enorm veel geld om die technologie naar voren te brengen. Dus gewoon een voorbijgaande hype, daar zou ik toch zeer sterk van verwonderd zijn als dat het geval zou zijn. Poliro.be. Beleg online met inzicht.